Goedemorgen, je spreekt met Jeannette. Jeannette, goedemorgen. Welkom in de ochtendshow. Dankjewel. Je hebt een mooie rekening ingestuurd en een flink bedrag ook trouwens. Ja, dat klopt. Ja. vertel eens, waar is die van? Die is van de glascentrale. De glascentrale. De glascentrale. De glascentrale, ja. Wat is er gebeurd met het glas? Dat lag tot vorige week aan gruzelementen. Wij waren een avondje in de kroeg geweest, mijn vriend en ik. En ik ben eerder naar huis gegaan, omdat ik mijn zakken al een beetje vol had. En in een diepe slaap gevallen. En na 2 uur komt hij thuis. En hij krijgt mij niet wakker door mij te bellen, steentjes tegen de raam te gooien. Noem alles maar op. Uiteindelijk over de schutting heen geklommen. In de achtertuin geprobeerd om te slapen, maar het was toch wel erg koud. Toen dacht mijn lieve vriend, ik gooi maar een tuinstoel door de achtertuin heen. Ja, zo wanhopig. Wat lekker subtiel ook, een tuinstoel door de achtertuin. Zo wanhopig. En nog steeds was ik niet wakker. En toen is hij lekker in bed gekropen en hij dacht, dat komt morgen wel. Toen heeft hij me wakker gemaakt en er stond de politie aan de deur. Nee. Ja. Ik heb heel veel vragen, Jeannette. Ja, de eerste is, jij hoorde die deurbel wel, maar je had geen zin om op te staan. Nee, ik zal altijd voor hem open doen. Jij blijft lekker. Jij hebt me alleen naar huis laten gaan. Ik laat je lekker voor de deur staan. Er moest zich nog iemand verstoppen, denk ik. Ja. Zo was het niet. En mijn tweede vraag is, wat moet dit een ruzie zijn geweest? Ja, ik zal je echt vertellen, we hebben nog nooit ruzie gehad. Nog nooit? Nee, joh. Zelfs niet nadat hij eruit had ingekinkeld. Ik ben alleen heel zuinig geworden omdat we net een nieuwe televisie hadden en die stond erachter. En die lag ook aan gruzelen met. Nee! Maar dan is hij echt heel lam geweest. Jezus. Ja. Wat een toestand. Maar ja, toch nog zo sterk dat hij die eruit in heeft kunnen slaan. En hoe lang heeft het geduurd voordat hij eruit gemaakt is? Een week. Wat een ellende. Jeannette, hoe hoog is de rekening? Met of zonder de tv? Doe maar zonder. 620 geloof ik of zoiets. Zo. En hoeveel is hij met dan, met de tv? De tv was ook 600. Twee keer? Ja. Dus 600 plus 600. Dat is dan 1200 euro. Ja, dat klopt. Kunnen we dat betalen? We gaan het allebei betalen. Nee! Van harte, Jeannette! Jullie zijn echt geweldig! 538 betaalt je rekening voor de televisie en voor de ruit. Super! Geweldig! Jullie zijn echt top. Ja, het verbaast mij ook. Hey, even verstoppen. Ja, het verbaast me ook dat we dat gewoon kunnen doen. Verstop een sleutel, hè, Jeannette. Ja. Ja, dat adviseerde de buurvrouw inderdaad. Want die was er wakker van geworden. Die wel. Jeannette, we betalen alle rekeningen. Oh, geweldig. Hey, fijne dag allemaal. Jij ook, hè?